Deze nieuwsuitzending gaat over het beledigen van een vriend van mij. Hij wordt beledigd door de man die je nu in beeld ziet. Die heet Johnny Cerucci. Het lijkt mij een Italiaanse naam. Johnny Cerucci heb ik een tijd naar geluisterd. En wat ik vervelend vond aan hem was dat hij tijdens zijn uitzendingen ging schelden. En dan achteraf ging hij al zijn profane woorden eruit piepen. Maar je hoort nog steeds hem al die lelijke woorden zeggen. Ik vind het een rare man. Ik ben gestopt naar hem te luisteren een tijdje terug. Vanwege al die beeps die eruit moeten. En doet hij ook nog hard rock muziek erin. En die is veel harder dan zijn eigen stem. Kortom, het is niet om aan te horen. Recentelijk heb ik zijn kanaal weer eens opgezocht. En toen hoorde ik dit. De uitzending is al bezig voor 12 minuten. Het hele gezeur gaat 9 minuten duren. Dus hou je maar vast en als hij wat lelijks gaat zeggen, grijp ik in. En becommentarieer ik dat. Want je mag niet een vriend van mij afzeiken. Ik heb mijn vriend niet om toestemming gevraagd om deze uitzending te maken. Want had ik dat gedaan, dan had hij nee gezegd. Hij is niet iemand die geholpen moet worden door zo'n sukkel zoals ik. Nu Johnny Cerucci aan het woord. For glass rights. But he was a patriot, George Washington. So here's the catch. Here's the catch. Good for you. Here's the catch. When I first got my Roman Rep, I did not know how deep this problem was. I did not know that America was founded by the boy raping Luciferians to be the sword arm of the Whore of Babylon. I see. I did not know that. Johnny Carson, I did not know that. Yeah, I know that because these guys like Yogler and Topper Saucy, they're a little bit harsh on them. Daar beginnen ze. Hij zei, this guy named Yogler. Hij heet helemaal niet Yogler. Dat is zijn kanaal. Hij heeft Yogler 66 op YouTube en Yogler 55 op Skype. Ja, je moet toch wat? De man in kwestie, ze gaan zijn achternaam niet noemen, maar die weet ik wel. Hij heet Jurk Gliesman. Hij woont in Leuven. Ik ben bij hem langs geweest. Ik heb een veganistische lunch gegeten. Ik heb in de ronde gewandeld met hem en zijn hond en zijn moeder. Wat zitten ze te zeuren over hem eigenlijk? Well, and yes, I love you so much, dude. That is one of the things that turned me off from being receptive to that fact. Mm-hmm. Is guys like Jorg. Dan moet je zeggen, Jurk Gliesman. En niet Jorg. Die man heet niet Jorg. Die heet Jurk Gliesman. Je moet mij ook niet bij mijn voornaam noemen. Daar hou ik niet van. Als je het over mij hebt, ik heet Perry Winkel. En als dat niet nauwkeurig genoeg is, dan is dat Perry Franciscus Martinus Winkel. A guy like Jurk, Jurk. Als eerste moet hij op Duitse les gaan. Dat hij eindelijk de voornaam van Jurk Gliesman goed uit kan spreken. En ten tweede moet hij leren om respectvol te zijn. Wederom meneer Johnny Cerucci. En Freddy Topper Saucy, F. Topper Saucy. Wat is er mis met Frederik Topper Saucy? Frederik Topper Saucy heeft het boek geschreven, De Heersers van het Boze.
met een geweldige metafysische afleiding waarom de regering kwaadaardig moet zijn. En hoe je daar een houding in moet kiezen. Frederik de Persaucy heeft duidelijk gekozen. Frederik de Persaucy weet net als mensen zoals Arthur Schopenhauer hoe het zit. Het is een soepzooi en onze regering ook. En nu gaan we verder luisteren naar Johnny. Went a little overboard. And in the process of giving the truth, we're a little harsh against America in general. And failed to differentiate between good Americans and secret Roman rule of America. Wacht eventjes. Dat is helemaal niet waar. Als je het hebt over mijn Leuvense vriend, Jurk Liesman. Die ziet alleen maar de antichrist, omdat hij de Christus heeft gezien. En als je het licht hebt gezien, dan zie je de duisternis. En dat de katholieken in Amerika, vanuit Amerika, die bommen gooien op Irak. Ja, dan gaat Johnny Cirucci toch echt niet lopen ontkennen. En wij mogen daar wel degelijk bij stilstaan. En dan kan hij zeggen, ja, maar wij zijn ook hele goede Amerikanen. En ja, dat is allemaal best. Het feit blijft dat Amerika, dat is het tweede beest uit het boek Openbaring. Het beest van het land. Het stond allemaal voorspeld, meneer Cirucci. En dan kan hij wel fijn zichzelf verbergen met een of andere mondbakkers voor zijn mondbakkers. Maar dat is een stomme microfoon, is dat zeg. Is dat USB-aansluiting? En they are responsible for my inability to at first receive this information. Because I'm a patriot. I'm fourth generation Italian. My family came here. My family was forced here as part of the never-ending push to have Roman Catholics invade America. Okay. Dus hij is Rooms-Katholiek. Is hij daarom zo aan het fulmineren tegen Jurk Liesman? En Frederik de Persaucy? En Frederik de Persaucy is overleden. Die heeft een boek achtergelaten. Dat is niet zo'n fraai verhaal over de katholieken. Wat daarin staat. Is dat de reden? Is dit een beetje natrappen? Nee. The problem was, and we've talked about this before, the problem was, back in the 20s and 30s, good Irish Catholics and Italian Catholics assimilated. They were forced to assimilate, became proud Americans. Sorry? Hij staat erbij stil dat de Iers-Katholieken en de Italiaans-Katholieken gedwongen werden om samen te gaan, te assimileren. Wat is daar het probleem aan? We kregen de Iers-Italiaanse keuken en die smaakte nergens naar. Wat is het verdriet? Americans. You know, yeah, I'm part of the South American wave. Unfortunately, there. You're part of the South American. Even bij stilstaan dat die man die dan aan de telefoon zit zogenaamd, zijn audio is totaal kuddio. En hij heeft ook helemaal niks te zeggen. Hij zit alleen maar een beetje te grinniken. Het lijkt wel zo'n uitzending van de Moon Landing. Wanneer iedereen een beetje. Gaat hij weer. Can wait. Not forced to assimilate. Because the boy buggering Luciferians who run America. Who... Dat zegt hij weer, hè? The boy buggering Luciferians who are running America. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de antichrist. En dat er en passant een paar kleine kindjes gedingest worden. Dat maakt de antichrist niks uit. Sterker nog, dat vindt de antichrist positief. Meneer Johnny Cirucci, die de Patriot loopt uit te hangen,
En daarom heeft hij zo'n pesthekel aan mijn Leuvense vriend en de auteur van het boek Rulers of Evil. Die gaat maar een keer op zijn kop krabben waarom hij het oneens is met het regime in zijn regio. Gaat hij weer. Who run the world go out of their way to make it unnecessary for South American Roman Catholic illegal aliens to assimilate. Right. Press one for Espanol. Yeah, I hate that feature. Unfortunately, there's no press two for Portuguese. Right. Which is messed up, man. That's messed up. Yeah. That's prejudice against good Brazilians. That's unfair, yeah. Messed up, dude. Right. So, we're patriots. We're similar. We're patriots. And as a result, you know, anybody that badmouths America without making a smart case for it, you don't have to badmouth America, period. Just tell the truth. Mm-hmm. To badmouth, that betekent beledigen. En Frederik de Persoorsi in zijn boek beledigt Amerika helemaal niet. Jurk Gliesman heeft dat ook nooit gedaan. Als je denkt dat ik de waarheid niet spreek, laat me maar een stukje horen. Maar ik heb van alles van Jurk Gliesman gehoord en hij heeft nooit Amerika beledigd. Ook is het zo dat, even terugkeren naar deze video, dat Johnny Cirucci, die zit dus echt die video's te bewerken. Ik doe dat niet. Als ik een uitzending maak, dan is dat van A tot en met Z. En de volgende ochtend luister ik hem na. En bij twijfel luister ik hem nog een keer na. En dan gaat hij gewoon in één keer omhoog. Met een foto erop of whatever. Maar die fancy stuff die hij doet, met door zijn eigen mombakkers in beeld te brengen en dan weer een fotootje, dat is best veel werk, wist je dat? En waarom doet die meneer al dat werk? Just tell the truth. So I eventually, I was able to receive this information going through Freddie Tupper Saucy's Rulers of Evil, and he you know, he had a chip on his shoulder. He had an America-hating chip on his shoulder. Waar blijkt hij had een chip, een chimp of zo. Hij was bevlekt, want hij haatte Amerika. Dat zie ik helemaal niet in dat boek. Ik heb dat boek van A tot en met Z gelezen. Ik heb het zelfs de eerste hoofdstukken samen met Jurk Gliesman besproken. Amerika, daar gaat het helemaal niet om. Ik snap niet waar deze kerel dat vandaan haalt. Which went into his tax dodging stuff. Mm-hmm. Dat is waar. Frederik de Persoorsi heeft op een bepaald moment zijn belastingaangifteformulieren niet ingediend als politieke daad. En dat is hem niet helemaal goed bekomen. En Jörg Jagler was wat hij nu zegt, hè? Jörg Jagler doet dit weer. Die man heet Jörg Gliesman. En zijn kanaal is Jagler 66. Noem het beestje bij het naampje. Deze meneer Cirucci, die zit bijna dagelijks op het internet te kakelen als Katrien Duk. Maar doe dan een beetje je best. Hij heeft kennelijk een mooie woning met lijstjes en boeken en een lamp en een USB-microfoon. Dat zal allemaal reuze goed zijn. Maar doe ook een beetje je best. Just put me off. Once I was able to receive that truth, and this was bolstered by our non-friends in the Adventist, renegade Adventist circles. Dat vind ik ook zo'n vrienden. Onze niet-vrienden. Wat is dat eigenlijk?
Je moet je naaste lief hebben en je vijanden lief hebben. Maar wat zijn dan je niet-naaste? En dan de niet-naaste in de renegade Adventist hoek. Een renegade is een soort van vluchteling. Degene die ermee wegkwam. De gevluchte. De ontsnapte. Uit de Adventistenhoek. Hij bedoelt waarschijnlijk de zevende dag Adventisten. Zeg dat dan ook. En dan heeft het over dus dat de mensen die van de zevende dag Adventisten zijn afgewend. Dat bedoelt hij ook niet. Het is heel ingewikkeld wat hij allemaal doet. One of the most important teachings that we get from our non-friends, non-friend renegade Adventists, who want nothing to do with us, is that... Die willen niks met zijn en zijn club te maken hebben. Dus die zevende dag, waar heeft het over? America is foretold in the book of Revelation, in chapter 13, she is the beast from the land. That forces everyone to worship the beast of the sea. Mm-hmm. And it's spot on. It's absolutely true. Right. Absolutely true. The beast of the land implies that it was a new world. Yeah. No population. No people, here. Right? Yeah. No people. The sea is usually a metaphor, not always, usually a metaphor of people. People, yeah. So beast of the sea is the old world, that's Rome, and the beast of the land is America. Mm-hmm. Being the sword arm of the whore of Babylon. So once I was able to receive this, I have repeatedly apologized to Jorg in that regard. Did you get anything back? Or? Now, believe it or not, we've never heard from him. And that's the other thing that I told Bob. Is here. Wie is Bob, eigenlijk? Waar het hier over gaat is dat Johnny Cirucci heeft geprobeerd om contact te krijgen met Jörg Liesman. En Jörg Liesman heeft niet gereageerd. Ik had in no time contact met Jörg Liesman. Het was geen enkel probleem. Wat is dan het probleem van Johnny Cirucci? Here's the difference. Here's where I get aggravated. And I love you guys in the chat. I'm tracking. I'm looking at the chat. Keep talking to each other for a little while we get down this. Get down this. This is een totale bullcrap opmerking, hè? Ik heb met Jörg Liesman uitzendingen gemaakt. Daarin hebben wij Rulers of Evil gefileerd. Zin voor zin. Wij doen ook Bijbel lezen. En dan gaan we hebben Matthäus 6 gedaan, het hele hoofdstuk 6. Matthäus 7 hebben we gedaan. We hebben Genesis 1 voor de helft of zo. Nooit geen enkel probleem. Wat is er mis dan met mijn vriend? Johnny Cirucci mag zich verantwoorden tegenover mij. Ik heb geen uitstemming van... Ik heb geen toestemming van Jörg Liesman voor deze klaagzaam. Ik duwde het op mijn eigen konto. Rabbit hole. Another big difference that has put me off about Jörg. What's a Jagler? En dat is flauw. Jörg Liesman doet niets anders dan... erg oude boeken. Rulers of Evil is niet zo oud. Hij heeft ook oudere boeken. En die leest hij voor. En becommentarieert hij. En pakt daar bijbelteksten bij. Wat is het probleem? En volgens Johnny Cirucci, om het even op zijn Amsterdamse te zeggen. En Johnny Cirucci, met zijn lekkere hoochie, die zegt, ja, hij heeft een tagname. En die heet Jokkeler.
En dan 66 voor YouTube en 55 voor Skype. Alsof daar wat mis mee is. Ik wilde ook als e-mail dingesadres gewoon perry.nl. Maar die was weg. En Jurk, die Duitse namen, daar zit een umlaut boven de O. Dus die kan je ook niet gebruiken. En dan moet je toch wat als je een unieke naam wil hebben. Jurk Liesman had ook konijntje77 punt dinges kunnen kiezen. En hij heeft gekozen voor Juggler. Dat betekent degene die, ja, volgens mij van die kegels, een kegelzwaaier, dat je van die kegeltjes omhoog gooit. Een jongleur. Een jongleur nummer 66. En dan gaat Johnny Cirucci, die gaat er een beetje over lopen zeiken. Oh, dat is leuk, jongen. Is that guy who... It's a juggler, right? That's the guy who's the sideshow distraction in the circus. That's what a juggler does, right? Puts on the clown. Dat is gewoon heel erg gemeen wat hij nou doet. Een sideshow. Een distractor. Hij beticht gewoon dat mijn Leuvense vriend, dat is een clown. En die houdt iedereen af van wat er werkelijk aan het gebeuren is. Ik vind het best dat je zo een beschuldiging uit naar een vriend van mij. Misschien heb ik foute vrienden. Wel wil ik dan graag weten op basis waarvan. Wat heeft mijn Leuvense vriend dan fout gezegd? Noem dat gewoon. En een beetje vaag blijven. Het is een Frederik Tupper Sosi, die heeft geen belasting betaald. En dus is Jorik Glisman een eikel. Dan ga je me echt ver, meneer Johnny Cruci. En pas er voorop, want ik laat deze uitzending nog in het Engels doen ook. Clown suit. Right. Why would you pick that as your handle? You and I, me especially, where are we? We're right out in the open. Someone wants to contact Johnny. Thanks, Bridget. Somebody wants to contact Johnny, you go to johnnycirucci.com, JohnnyCirucci, and right across the banner at the top, the last one on the right, just above or below? Or is it above or below? Right above the donate button. Nudge, nudge, wink, wink, say no more. Right above the donate button is the About Contact Johnny. You click on that button, it goes to the Johnny bio page, and right there in big bold letters on the bottom, johnny@johnnycirucci.com. Wat een lulkoek, vind je dat ook niet? Hij heeft een domeinnaam geclaimd. Die heet johnnycirucci.com. En zijn e-mailadres is johnny@johnnycirucci.com. Heeft hij daar al die tijd voor nodig? Hij had toch ook gewoon een dingetje. En als je hem gaat contacten, want dat ga ik doen. En ik ga je nu al zeggen, ik krijg geen reactie van die man. Als ik Jurk Kliesman een Skype stuur, krijg ik reactie. Van hem niet hoor. Zullen we wedden? Ik zal deze uitzending ook in het Engels maken. En dan mag hij reageren. Waarom hij mijn Leuvense vriend afzeikt. Wat heeft mijn Leuvense vriend fout gezegd? Want fout gedaan, dat kan in de ogen van Johnny Cirucci echt niet kunnen. Want hij is nooit in de buurt van België geweest, laat staan in de buurt van Leuven. Hij kan alleen maar klagen over het woord. En welke uitzending dan van Jurk Liesman is hem in het verkeerde keelsgat
keelgat geschoten. Gaat hij daar antwoord op geven? Ik denk het niet. Maar ik geef hem de kans om zich te bekeren. Hartstikke bedankt dat jullie geluisterd hebben naar deze polemiek van mij. Die van mijn Leuvense vriend echt niet gemogen had mogen hebben. En ik heb het toch lekker gedaan. En ik ga hem nog een keer eventjes doen en dan in het Engels. En die gaat naar meneertje Johnnytje Chiruzzietje. Is je nou een Italiaan of een Ier? En hij gaat zich verantwoorden. En hij is trouwens ook zo'n platte aardeman. Nou, daar durft hij al helemaal niet met mij over in gesprek te gaan. Laat ik niet boos worden, want dan verlaag ik mij tot zijn niveau. Ja? Nou, liever dit muisje heeft nog een staartje. En het komt eraan. En dan gaan we het nog een keer over hebben. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.